Welkom bij het nieuwe programma van Wiege TV Hemd van het Lijf. Hemd van het Lijf is een praatprogramma waarin maandelijks een interessante persoon uit Wiege of omstreken uitgebreid wordt belicht. Elke gast nodigt ons uitgebreid uit om een kijkje in zijn of haar leven, achtergrond, werk en persoonlijk leven te kijken. En dit programma neemt daar uitgebreid de tijd voor. Het draait hier niet om vele vragen en vluchtige antwoorden, maar om diepgang en echte gesprekken. En dus wordt elke gast de hemd van het lijf gevraagd. Onze eerste gast is Frans Verschuur. Hij is een geboren en getogen Nijmegenaar, maar hij heeft vele kennissen en vrienden in Wiege. Hij runt een internationaal racebedrijf. In 2008 won hij met de Porsche Spyder de 24 uur van Le Mans met coureurs als Jos Verstappen, Jeroen Blekemolen en Peter van Merkstein. Zijn kinderen Shaila en Mike racen zelf ook. En niet alleen als teambaas heeft Frans Verschuur zowel in binnen- als buitenland grote successen geboekt, maar ook zelf als coureur. Vanavond praten we over meer dan dat, want ook al lijkt het op het eerste oog allemaal heel erg sparkling te zijn, het runnen van een racebedrijf is niet altijd zo sparkling als die bubbels in de champagne na een overwinning. Daarover praat Frans Verschuur vanavond met ons hier aan tafel. Welkom, Frans. Welkom, Carlijn. Goed. Ja, jij runt een eigen bedrijf, maar dat is natuurlijk niet zomaar in één keer van de grond gekomen. Dat is voortgekomen uit een passie. Maar voordat we daartoe overgaan over te praten, kun jij eens wat vertellen over jouw achtergrond? Om als tante Esther te beginnen, wie was je vader, wie was je moeder? Ik kom eigenlijk uit een schoenenfamilie. Zowel mijn opa als mijn ooms, die hadden in Nijmegen allemaal schoenfabrieken, waar eigenlijk in die tijd 700 mensen werkten. Dat is vrij veel voor een kleine stad, in die tijd was Nijmegen. En eigenlijk was ik gedoodverfd om in de schoenenindustrie te gaan. Mm-hmm. En mijn vader en moeder wisten niet anders. En het ging vroeger zo van vader op zoon, dan allemaal die schoenfabriek. Zelfs mijn opa had die schoenfabriek en dan ging mijn vader erin en dan zou ik erin komen. En dat was in die tijd zo, dat is nu allemaal anders. Maar zo zou dat mijn voorgeschiedenis zijn. Echter in 1967 werden wij lid van de EEG. Kregen we de Portugese, Italiaanse, Spaanse import. Het was eigenlijk toen, vergeet ik nooit meer, dat we op tv zaten te kijken naar het journaal. Dat was nog zwart-wit, hij had drie zenders. En dat was van zo'n grote knal en dan begon het journaal. En dan Nederland werd lid van de EEG. Nou, mijn vader die sprong overeind, de krant ging weg, de telefoon kwam. Ik moest de kamer uit en ik werd gelijk op mijn kamer gezet. Binnen 10 minuten zat de hele tent vol met allemaal mensen met rokende sigaren en herrie en toestanden. En ik was 13 jaar geloof ik, was van, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, zei mijn moeder, we gaan de zaak verkopen. De zaak verkopen? Ik denk, wat is dit dan? We zitten naar het journaal te kijken, ik word lid van de EEG en we gaan de zaak verkopen. Later begreep je dat natuurlijk wel, wat er eigenlijk aan de hand was. Maar door de import van, de grenzen gingen open van goedkope arbeidslanden, zoals Portugal, Spanje, Italië, was eigenlijk in Nederland de schoenindustrie te dode opgeschreven. Mijn vader had dat eigenlijk zien aankomen. Mm-hmm. En op het moment dus dat ging gebeuren, hadden ze al besloten dat de zaak verkocht zou worden. Oh ja, de schoenen van schoenen werden, de markt werd overspoeld door goedkope schoenen. Ja, dus een schoen die kostte toen 30 euro, 30 gulden in die tijd. Ja. En die kwam in Portugal en kostte 18 euro gulden. Ja, dus dan ga je verliezen. Ja. Dus die strijd had hij en denkt, ik kan nu de zaak beter verkopen. En dan dat centjes nog een beetje pakken en daarvan leven. Mm-hmm. Dan door te gaan en het verlies te pakken wat andere bedrijven deden. Ja. Werden toen overgenomen door de Zwift. Dat was eigenlijk een concurrent. Mm-hmm. En die vond het heel mooi om dan de Robinson, zo heette dat bedrijf van mijn vader, over te nemen. En dat vonden ze heel trots. En dan stonden ze groot meer in de krant. Mm-hmm. En 2 jaar later was de Zwift dood. Was het gewoon allemaal failliet. Ja, dus ja, die is eigenlijk een beetje de hoogmoed. Mm-hmm. Die man destijds van de Zwift heeft het eigenlijk met hoogmoed van, kijk mij zijn, ik heb de concurrent opgekocht. Ja. Maar het is wel zijn ondergang geweest. Ik hoor jou zeggen, ze waren heel trots in de media dat ze dus de Robinson... Ja, dat ze over concurrent, waar is concurrent? Was het een grote fabriek, de Robinson schoenfabriek? Hoeveel werknemers? 700 man en ze hadden vestigingen in Valkenswaard,
Groesbeek en dan op de Groesbeeksweg zaten ze. Mm-hmm. Want hoe groeide jij op? In wat voor buurt woonde jij dan bijvoorbeeld? Ik woonde op de Sofiaweg en ik werd eigenlijk opgevoed met chauffeurs en tuinmannen. Ja. En, ja. En dat zijn alle luxe die er maar waren. Ja. Daar ben ik in opgevoed, zeg maar, tot mijn 13e. En toen werd het in één keer van maximaal naar minimaal. Iedereen werd ons, de dienstmeiden gingen de deur uit, de tuinmannen gingen de deur uit. Mijn vader die reed al een hele grote auto, er kwam een kleine auto. Hij zette gelijk alles op nul, dat kon hij heel goed in die tijd. Mm-hmm. Nu zie je dat heel veel mensen daar moeite mee hebben om van een hele luxe terug te gaan naar laag. Maar hij heeft mij dat ook een beetje geleerd van dan zit je, en dat is nu ook inherent in mijn vak. Mm-hmm. De ene keer win je alles en de volgende dag zit je weer op de vloer. Ja, dat heb ik een beetje meegekregen van thuis. We hadden vroeger alle luxe en het kon niet op. En eigenlijk na 1967 hadden we echt maar, armoede zeg ik niet, maar wel dat ik zelf het gras moest maaien en geen zakgeld meer kreeg en met de fiets naar school te moest in de regen. En ja, ook wist een beetje van, hé jongens, dit bestaat ook. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat had hij altijd al een beetje die opvoeding meegegeven. Dus oké, want ik maak de koppeling eigenlijk naar het racen meteen maar. Racen staat voor mij heel erg synoniem aan rijkeluissport. Nou hoor ik dat jij uit een rijkeluisfamilie kwam, maar heeft dat enig verband? Nee, nul. Bij jou? Nee. Hoe ben je met racen in aanraking gekomen? Wat was je eerste herinnering met raceauto's? Ik heb een eigenlijk toen ik 13 was, heb ik een kartongeluk gehad, vrij zwaar. En dat was net voordat de fabriek verkocht was. Was ik 12 of 13, ben ik onder een vrachtwagen gevlogen, ben ik aan de dood ontsnapt. En eigenlijk vanaf een dat... Een kartongeluk. Er zijn wat foto's van, geloof ik. Skelter noemden ze dat toen, het heette nu kart, maar dat is toen een skelter. Maar dat was een wagentje wat je zelf had gebouwd, of hoe nee, zat dat? Nee, je hebt er een foto van, dus als je die foto zou laten zien, dan zie je, dat is... Ja? Ja, dat is hem. Oké. Dit is nu, lacht iedereen erom, maar in die tijd was dat een helse machine, wil ik niet zeggen, maar een hele snelle kart. En dat noemden ze toen een skelter, woord kart bestond. En die had je zelf gemaakt? Die had ik gemaakt met mensen op de fabriek en er zat een scootermotor op. En dat ding liep in die tijd al 110, 120. En ik denk dat ik daar 12, 10, 10, 11 was. En dan reed ik daar een rondje rond die fabriek. En op een gegeven moment had mijn vader gezegd, na 6 uur mag je altijd rondrijden, want dan was het hek dicht en dan kon ik daar rondrijden. Kwam ik de bocht omrijden, waar ze aan het overwerken, stond er een vrachtwagen. Ben ik vol ondergeklapt, ribben gebroken, het ziekenhuis in, kop kapot, alles, alle ellende die je maar in kunt stellen. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf dat moment wou de hele familie om me heen niet weten dat ik überhaupt ooit in een snelheidsmachine mocht zitten. Want ik was eigenlijk bijna dood geweest. Mm-hmm. Dus ze zei, jij komt nooit meer op een katje, jij komt nooit meer ergens in, wegwezen, we willen niks meer weten ervan. Mijn moeder was helemaal overstuur, de hele familie tegen mijn vader in. Van willen niet hebben dat hij nog een keer op een kart of waar dan ook komt. Mm-hmm. Dus eigenlijk stopte mijn raceleven toen ik 12, 13 was na dat ongeluk. En ik ijshockeyde en ik hockeyde. Maar nog even terug naar het beginmoment van jouw passie voor het karten, laten we het zo maar zeggen. Hè? Je hebt dus vanaf een hele jonge leeftijd hield jij al van snelheid. Ja. Wanneer begon dat? Ja, eigenlijk toen ik kon lopen en fietsen, want als ik een fiets had, dan moest het hard. Ja. En als ik alles moest hard. Dus als mijn vader ging rijden, zei ik altijd harder. En dus snelheid zit er altijd in. Daar word je mee geboren. De een wordt geboren met dat je kan schilderen, en de ander bij mij zat snelheid erin. Ja. Ik heb bijvoorbeeld hockey, deed ik liever ijshockey, want het ging harder als met gewoon hockey. Mm-hmm. Nou, en dat soort dingen allemaal. En eigenlijk zit die snelheid er al heel lang in. Alleen na dat ongeluk is dat eigenlijk systematisch door de familie een beetje eruit gedreven. En ben ik een beetje richting hockey gegaan. Mm-hmm. En ijshockey. En eigenlijk toen ik wat een eigen bedrijfje begon in 1978. Toen deed ik voor Kees Urgent hier uit Wijchen, de bandencentrale, deed ik wat stadioncrossen in Nijmegen in de Goffert. Ja. Daar reden we rondjes en dan... Wie het langste bleef rijden, die was dan held. Nou, en elke keer won ik. En dat was heel leuk. Dan gingen we daarna naar de kroeg. En dan was je de held voor die kroeg dan, hè, voor die 10 man die er waren. Ja.
Maar in die tijd in die Goffert, toen konden er nog 20.000 man in, geloof ik. En als wij dan gingen rijden, zat het helemaal vol met de Crazy Race, heet dat. Als je dan won en je klom zo'n dak op. Ja, wat waren de Crazy Races? Leg dat eens uit. De Crazy Race was in de oude Goffert. In welke jaren was dat? Dat is in 78, denk ik. Dat was een soort, de oude Goffertstadion van NEC, de oude Nijmegenaren en Wiegenaren weten dat nog. Zat een wielerbaan om. Ja. Nou, en dan kon je schuin tegen die wielerbaan omhoog rijden. En dan reed je dus in een soort kombaan heel hard rond. En dan iedereen die raakte en die ermee uitscheed, die had verloren. Ja. Dus degene die langs bleef rijden, die was eigenlijk winnaar. Ja. Dus het was voor ons het meest leuk om iemand te raken, zodat die andere uitschakeld was. Ja. Het ligt een beetje welke auto je pakte enzovoort. Waarom, nou, daardoor heette het Crazy Race? Crazy Race. En Kees Vergent sponsorde mij daar altijd in. Hij was daar eigenlijk mijn eerste sponsor. En die zorgde altijd voor de auto en een grote band op het dak. En dat was heel leuk. En dan gingen allemaal mee en dan gingen we eten. En dan hadden we heel veel plezier. Maar dat was een vriend van jou? Die... Nou, ik kende Kees al heel lang. En de hele familie van Gent ken ik heel lang. Dus dat was heel erg leuk. En toen won ik daar elke keer. En toen kwam, het lijkt wel een jongensdroom. Kwam iemand naar me toe en zei, wil je niet racen op Zandvoort? Ja. En ik zei, ja joh, ik ken de weg daar niet. Ik weet niet eens wat ligt bij spreken. Mm-hmm. Dus dat is allemaal niks voor mij. Ja, dan regel ik voor jou. Mm-hmm. En dat was in 1978. En eigenlijk ben ik nooit meer weg geweest. Hij heeft me daar naartoe genomen en dan word je, zoals dat heet, door het virus gepakt. En ja, dat vond ik natuurlijk tot met alle verhalen daarna, is dat eigenlijk het begin geweest van mijn racecarrière. Ja, alleen ja. Dus zeg maar tussen mijn 12e en mijn 24e heb ik eigenlijk nooit aan Zandvoort überhaupt meer gedacht. Want dat was zeg maar systematisch door mijn familie uit mijn hoofd verwijderd. Omdat ik daar bijna dood mee was en dat kon niet. Dat maar moest niet altijd, heb je altijd die droom nog gekoesterd? Welke jongen niet? Ieder klein jongetje vindt het mooi, die zit daar te kijken, dat kan ik ook. Als je ziet hoeveel mailtjes ik per dag krijg van jongens die willen gaan racen en ik kan heel goed rijden en dat soort verhalen allemaal. En ik heb wel eens 200 op de A2 gereden, dat soort verhaaltjes krijg je dan, ja. Dat, wie zou dat niet willen racen? Dat is natuurlijk voor jongens en ook meisjes hoor, tegenwoordig. Mm-hmm. Is dat ook een soort droom. Had je bepaalde mensen tegen wie je opkeek? Idolen? Nou, ik ben meer van... Ik vind een beetje de flamboyante coureurs, zeg maar. En dat vond ik eigenlijk, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Eddie Irvine en Nigel Mansell, dat zijn oude coureurs. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk meer helden. Dan de Schumacher en de Senna. Ja, en waarom? Omdat die jongens, die soort René van der Gijp, die maakte grappen. Die maakte, kijk, nu als ik nu naar tv kijk, word ik helemaal flauw van die robots die er zitten. Het zijn bijna allemaal robotjes, die jongetjes. Die zeggen precies, ik kan al als ik een interview zie in de Formule 1, weet ik al wat ze gaan zeggen. Ja, ja. Dat ja. is niet meer, ja... Politiek veilige antwoorden ja. allemaal. Ja, en die constant cameraatjes, joh, je mag niks verkeerd Media zeggen. Ik begrijp dat allemaal al, begrijp dat allemaal. Maar het kan ook op een beetje flamboyante manier. Mm. En dat is gewoon leuk en dat, die hoe humor hou ik. Hoe kreeg jij in die tijd al iets van deze helden mee? Was het al op tv uitgebreid? Nee, niet. Nee. Dat is nu ook bijna niet meer mogelijk. Want wij reden met Renault in het voorprogramma van de Formule 1. En ook in Monaco en dat soort dingen. Nee, want je maakt een sprongetje. Hè? Wij reden al. Ik ben begonnen in een formuleauto. Ja. Maar daarna ben ik overgegaan naar tourwagens. Dat zijn tourwagens, zijn auto's die eigenlijk nu op de weg rijden. Maar dan ook mee racen. Dat model is te herkennen. En dan reed je dus met z'n allen in een voorprogramma van de Formule 1. Mm-hmm. Nou, dan reed je in Monaco hebben wij een voorprogramma Formule 1 gereden. En dan stond ik een keer pole positie. En dan krijg je een kaart en dan kun je in de Club van Monaco komen. De Club van Monaco is zeg maar het Walhalla van de autosport. Daar zitten alle hotshots. Mm-hmm. En dat is heel... Nou, kun je niet voorstellen wat daar allemaal... Ja, dat is alle luxe is daar in Monaco. Luxe Formule 1, jongens. En dan mag je in als je pole positie getraind hebt in een voorprogramma. Dus dan loop je daar binnen. Nou, en dan zitten daar al die jongens. Nou, dan ga ik, ik ben die en die en ik sta pol. Nou, die mensen zijn ook gewoon mensen die eten s'avonds en weet ik wat allemaal. Ja. Dus maar dat was nog niet toen jij nog een kind was. Nee. En toen ik kind was, is dat eigenlijk dat hele racen toch altijd een beetje uit mijn geheugen gedouwd. Ja. En eens die ik uit die tijd kende was Jim Clark met een Lotus. En waarom? Ja, die Lotus was zwart met goud. Dat vond ik leuk. Maar niet zo dat je daar dag en nacht mee bezig was. Nee. Want het was niet haalbaar en het kon niet. Dus ja, dan was ik heel erg gefocust met mijn eigen sport, hockey en ijshockey en dat soort dingen. Daar was ik heel erg, dat vond ik gaaf. Ja. En, wel allemaal hele gevaarlijke, risicovolle sporten, ijshockey. Voor anderen, ja, niet voor mij. Nee, want? Ik vind autosport is een hele veilige sport.
Als je ziet wat ik meegemaakt heb. En ik sta er nog steeds. En als ik zie weer en ik lees weer. Bij voetbal dan schoppen ze je benen er midden. Zelfs bij het amateurvoetbal of whatever. Ja, dan zeg ik hoezo. Dat zie je nee, maar mag ik zeggen, niet gebeuren. Mag ik zeggen, uitdagende sport of in ja. een bepaalde zin. Adrenaline sport. Ijshockey. En ja. dan slaan ze er ja. ook nog regelmatig bovenop. Ja. Dat weet ik, maar ik vind dat dus racen. Zeilen? Ik heb gezeild, ik heb geskiet. En dan het skiën moest met mij hard. En niet met stijl naar beneden. Nee, gewoon hard rousen. Mm-hmm. En zeilen, dan windkracht 4 of 5, laat maar zitten. We gaan Noordzee op of zo met windkracht 5, 6. Nou, dan was het echt heftig. Dan was het echt al, dat zijn uitdagende sporten. En dat, ja, het hele leven is, vind ik al... erg kort, dus laat je dan maar ook een beetje uitdagende dingen doen. Ja, maar dat heeft er dus altijd al ja. in gezeten. Ja, huh? Ook vanaf jeugd af aan moest ik een dak opklimmen en dan vond mijn vader vol lachend dat te filmen. En dan zat ik boven op het dak en dan vond ik dat stoer, maar ik durfde er niet meer vanaf. Dus dat was dan een hele tour, moesten we iemand anders komen, een oom die mij dan weer afhielp, want ik was 4 of 5 jaar. Dan zat ik op een heel groot dak. Mijn vader vond het hartstikke leuk. Mijn vader en ik konden daar elkaar wel in vinden. Mm-hmm. Dat was wel mooi. Maar hij kreeg altijd problemen met de rest van de familie om degene dingen die hij en ik uithaalden. Die hij en jij? Want ja. leek jij erg op jouw vader? Nee, allebei eigenlijk niet. Nee. Mijn vader is heel conservatief, was hij. Ja. En ik niet zo, denk ik. Ik denk niet dat ik conservatief ben. Kan ik zelf niet beoordelen, maar wat ik om mij hoor van mijn kinderen, ben ik niet zo heel conservatief. Mm-hmm. In denkwijze en dat soort dingen. Dus ik denk niet dat ik... daar op hem leek. Ook de gedachte over zaken doen later, was hij altijd tegen mijn manier van zaken doen. Dat vond hij niks. Op welke manier uitte zich dat? Dat hij bij het race is hij nooit komen kijken, want hij vond het een geldverspilling. En hij kan beter dat geld ergens anders voor gebruiken. Hij vond ook altijd dat ik moest studeren. En ik zeg, ik kan geen piek verdienen met die studie. Mm. Ik doe liever handel. Handel kun je meer in verdienen. Mm-hmm. Dat was het niet mee eens. En ik moest en zou advocaat worden. Want de hele familie van mij zijn allemaal advocaten en rechters. Dus nou, zie ik helemaal niks in achter die boeken. En laat me handel doen. Dus ik begon al vroeg met fietsen. Op te knappen met allerlei rare sturen erop. En brommers op te voeren en dat weer te verkopen. En hoe oud was je toen je dat deed? 14 met fietsen en 16 met brommers. Fantastisch, ja. Dus dat zat er altijd al in. Ja, brommers opvoeren vond ik hartstikke mooi en dan was hij opgevoerd en dan verkocht je hem. Ja. En dan kwam een vriendje, die moest ook zo'n brommer hebben die zo hard liep. Ja. Chageren eigenlijk, hè? Chageren. Nee, het was gewoon handelen, hè? Nee, dat handel zat erin en mijn vader was gewoon een aristocratisch iemand. Dus ja. Daar ging altijd best wel een strijd tussen ons twee. Maar dat geeft niet. Je kunt niet altijd met iedereen eens zijn. Nee. Maar wat heb je wel van hem meegekregen? Wat ik net zei, van maximale luxe naar gewoon met je benen op de grond staan. Dat besef? Ja. Dat je alles in één keer kwijt kan zijn? Nou, dat niet alleen, maar ik vlieg soms met een privéjet naar Engeland om naar een auto, de raceauto te kijken. En de volgende dag zit ik voor 6 euro bij Ryanair richting Malaga, 3,5 uur met 100 man op een vierkante meter. De ene keer heb je dus een privéjet op de donderdag met champagne en alles op en eraan. Mm-hmm. En de volgende dag zit je met 45 man in een vierkante meter richting Spanje met gillende kinderen om je heen. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou, dat jij met heel weinig dat mij dat eigenlijk niet uitmaakt. Dat ik, of met de jet vind ik mooi, maar met een Ryanair vind ik ook leuk. Ja. En dat heb ik denk ik, dat is het enige grote ding wat ik van hun geleerd heb. Van luister, word je met een Cadillac naar school gebracht. En de volgende dag moest ik in de regen met een plastic jasje aan zelf fietsen. Ja, dus jij kunt leven zonder de luxe? Ja. Ja. Ik vind het mooi, maar het is niet dat het moet. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de... Ja, dat zou een item zijn. Zeg maar. Ja. Ja. Nou goed, en toen begon jouw racecarrière. Ja. Dus op een gegeven moment, hoe oud was jij toen jij een beetje 24. Zo begon te racen? 78, ik was 24. Goed, Frans, laten we even naar dit beeld kijken. Wat zien wij hier gebeuren? Dit is mijn eerste raceauto. Dat is je eerste raceauto? Ja. Dus, welk jaar? 78. Mm-hmm. Dus als mensen dit zien, en beginnen ze te lachen. Maar waar is het? In Zandvoort.
Zandvoort, oké. Okay. Dit, dit is de oude tijd, hè, zoals het heet. Als, je nu, als we nu over 20 jaar naar voetbal kijken, dan denken ze, had die rare broekjes aan. Ja. Hetzelfde als wij nu voetbal 20 jaar geleden zien, denk ik ook, had die een rare kleren aan. Ja. Nou, dit was in die tijd een hele hippe raceauto. Ja. Dat was het helemaal. Hoeveel pk? Ik denk 140, 150. En dat is? En dat vonden wij heel, heel veel. Ja. Nu lachen we erom. En veilige die, auto ook? Nee, als je dit ziet is niet veilig. Wat was maar niet veilig, hè? Als je over de kop slaat, ja? Dan zie je dat mijn helm, bijna met die rolkooi erachter, dat die beugel die erachter zit, mm-hmm. Die moet naar beneden toe. Die beugel moet hoger of ik moet dieper. Maar ik ben eigenlijk te lang voor een raceauto, voor dit soort type raceauto's. Maar die veiligheidsmaatregelen waren toen dus kennelijk ook nog niet? Nee, nou ja, dus als je toen over de kop vliegt, dan brak je nek of dat soort dingen. Ja. Dus destijds was het racen gevaarlijk. Ja. En nu is racen veilig. Nu is racen veilig. Ik kan me wel voorstellen dat het destijds meer romantiek aan zat, ja. Op een bepaalde manier. Oh. Door dat gevaar. Toen, nu wat je zelf zegt, toen waren we helden. Ja. En nu zijn er een soort rijkeluis. Mensen die racen. Ja. Dat is schouwen. Dus zijn nu, de helden zijn ook in mijn ogen een beetje weg. Ja, ja. Dat vond ik met Nigel Mansell en Eddie Irvine. Dat waren in mijn ogen helden. Ja. En als je het vroeger ziet hoe ze toen reden met zulke smalle bandjes en helemaal zo buiten de auto hangen. Dat waren helden. Tegenwoordig zijn het robots. Een beetje. En niet meer de macho's en de stoere binkies. Ja, dat is wat heel veel sporters claimen. Hè? In het wielrennen ook. Hè? Vroeger was het nog een echte overlevingswereld in de sport. Meer dan nu. Zie je met Dakar ook nu. Ja. Ik vind Dakar nu gezakt maar aan. En vroeger, het risico is eruit. Ja, het risico is weg. Joh. Ja. Dakar is toch meer een speeltje van echt rijklui dan de helden. Ja. Dus en, na die ene zie je die foto ernaast. En dan zit je alweer iets verder. Ja, dat is weer een paar jaar verder. Zie je al, dit is in het voorprogramma van de Formule 1. Ja. In Zandvoort. Daar zie je al wat... Wat een modernere raceauto, je ziet daar ook al slicks, dat zijn banden zonder profiel. Je ziet er wat aerodynamica dingen, dus houdt in spoilers en dat soort dingen. Dit is alweer wat moderner. Mm-hmm. Slicks houdt in banden zonder profiel? Ja. Dus dat is niet voor regenachtig? Nee, dan kijk je weer, inderdaad. Maar hier kun je weer mee harder rijden. Harder rijden, ja. En hier rijden we dus op Zandvoort de voorprogramma van Formule 1. Ja, daar zaten er 80.000 man, dat vond je heel wat. Je ziet ook de weinig sponsors erop. Je ziet daar een heel klein beetje Tio Pepen. Dat is een kroeg. En nog wat andere dingen. En tegenwoordig is het zo duur dat een kroeg dit soort dingen niet meer kan betalen. En zijn de veranderingen. Was je goed? Ik was te lang voor deze auto's. En dat wil je dan niet zien. En nu, met alle hulpmiddelen die er zijn. En de coaches en de mensen. Als iemand naar mij toe komt, ik wil gaan racen. Dan kijk ik naar hem en zeg, dan moet je in dat ding gaan racen. Ja, maar ik wil een zo'n auto gaan rijden. Een formuleauto heet dat. Dus daar ben je te lang voor, ben je te zwaar voor. Maar jij won dus weinig. Nee, ik won. Je won niet. Nee, ik reed. In dit type auto. Ik reed al die type auto's die ik vanaf 78 tot 84 gereden heb. Mm-hmm. Was het hoogst wat gehaald op de 7e of 8e plek. Maar hoe was de sfeer daar? Want jij zegt 80.000 man op de tribune. Ja. Dat deed het hem wel voor jou. Ja, want hoe oud was jij hier? Ik ben hier in de 20. 26. 26. Ja, 26, 27. Nou, je vond jezelf een soort held. Ja. En je ging naar huis toe van, god, al werd je 23ste. Je vond het nog fantastisch. Fantastisch, want hoe groot was het veld, deelnemersveld? Nou, dat je 30, 40. Nou, dus dan was toch... je al, vond je al als je dan 13e was, of maakt het niet uit. Je was altijd, vond je het fantastisch, mm-hmm. dat je dit mee mocht maken. Ja, maar je deed het niet slecht, want waar ik eigenlijk naartoe wil is het volgende. Je hebt natuurlijk je naam opgebouwd door de jaren heen. Je deed het ook niet slecht in je beginjaren. Jawel, vond ik wel. Okay. Als ik zo terugkijk, is dit een verloren racejaren. Ja. Als ik eerder in een tourwagen was gaan zitten, dan was ik veel verder gekomen. Een tourwagen zie je ernaast. Juist. En dit is een tourwagen. Ja, wat is een tourwagen? Leg nou, eens uit. Dit lijkt op een. Dit is een oude Opel Senator. De wat ouderen onder ons kunnen dat. Die herkennen hier een Opel Senator in. Dit is een Australische Holden. Dat is eigenlijk een Opel die in Australië gemaakt werd met een 8-cilinder motor erin. Dit is de 24 uur van Spa. Mm-hmm. Dit is Spa-Francorchamps. Dat is in België. Dat is een van de beroemde races. 24 uur van Spa is een hele beroemde race. Ja. En daar kon ik toen meedoen. Door middel van sponsoring van Playboy, VDO en nog een paar andere
mensen ja, want die... Spa, dat is echt het grote, dat is het enige ja. circuit in België? Nee, Spa, België heeft wel meerdere circuits, maar twee ja. grote circuits, Spa en Zolder, en dan hadden ze nog allemaal kleine circuitjes. Nederland heeft ook eigenlijk maar twee circuits. Mm. En Spa, maar Spa is eigenlijk wel, wordt naar Formule 1 gereden op het moment, is wel een legendarisch circuit. En hoe kwam jij daar dan weer vanzelf? Want dat begint al internationaal te worden. Dit is 1987, denk ja. ik. Ja. Daar had ik al een naam in. In 1984 ben ik gestopt met die Formule auto's. Toen ben ik gaan rijden in tourwagens, dit soort auto's. Mm-hmm. En dat ging in één keer goed. Want en eigenlijk te danken aan. Wat is het verschil tussen een tourwagen en ander soort auto's? De andere wat je zag was een Formule auto. Dat is eigenlijk, dat is een auto die wielen open heeft, dus zonder spatborden. Ja. En dat is een Formule auto. Formule 1, het woord zegt het al, is een Formule auto. Mm-hmm. En een auto die op een personenauto leidt, die op de weg rijdt, ja? is een tourwagen. Goed. En dat is eigenlijk het wezenlijke verschil. En zonder spatborden kun je harder rijden? Nee, dat is heel anders. Dat is compleet anders. Ook een andere techniek, dat is anders. Mm-hmm. Je moet daar, ik ben te lang daarvoor, ik pas er niet in. Dus nee, ik bedoel mee te zeggen, kijk, je hebt een wiel, er zit geen spatbord ja. omheen. Ja. Wat doet dat met de auto? Wat doet dat voor de snelheid van de wagen? De auto is lichter. De auto wordt daardoor lichter, ja. Kijk, zo'n auto weegt 1100 kilo en zo'n tourwagen weegt 600 kilo. Of zo'n Formule auto weegt 600 ja. kilo. Ja. 500 kilo ja. en met 200 pk, mm-hmm. dan gaat van 0 tot 100 in 2 seconden. Mm-hmm. En 1100 kilo gaat van 0 tot 100 in 8 mm-hmm. seconden. Dus dit zijn door de beugel genomen de wat tragere wagens, de wat zwaardere ja, dit zijn wat tragere wagens, ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja. daar heb je weer een andere techniek voor nodig. En daar kom je weer met wiegen eigenlijk heel mooi te pas. Nou. Dat in 1984 was ik eigenlijk gestopt met racen. Mm-hmm. Ik reed formulewagens, maar het ging helemaal fout. De belasting kon ik niet meer betalen, hypotheken gingen fout. Alles liep om me heen fout, want dat is het nadeel van autosport. Het is verslavend, het is een soort ziekte. Mm-hmm, mm-hmm. En je wil alleen maar rijden en het mag alles kosten. Ik had thuis geen tafel staan, ik had een plank met cola, kratjes erommel. En als dan iemand kwam drinken, dan schoof ik het ding opzij en dan pakte ik cola eruit en zette ik weer terug. Want alles moest in de autosport. Je kocht ja. geen tafel, maar je kocht banden. Ja. Je kocht geen bed, maar je kocht een nieuw stuur. En dat was autosport. Zo ja. race je. Je sliep in een ik had destijds een Ford Transit. En daar sliep je in, op het circuit. Niet in een hotel, nee. Een Ford Transit. En hoe kwam je aan het geld om die banden ja, dat had ik en bijna alles niet. Te kopen? Dus je had wat sponsoring van diverse TUP. Van mensen die in jou geloofden? Ja, die leuk vonden. Ja. Meestal kroegen, want die vonden het allemaal fantastisch. En nog wat andere mensen. Ja. Ja. En eigenlijk deed je het daar allemaal van. En al je geld dat je verdiende op je werk, dat ging allemaal in die auto. Op je werk? Want wat voor werk deed je? Ik had destijds een garagebedrijfje. Ja. Die heb ik nog. En al het geld dat je daar verdiende, deed je in de autosport. Ja. En dan deed je maar niet belasting betalen. Ja, dat kwam wel. Dus eind van het seizoen, oktober, had je een belastingsschuld, al die dingen, hypotheekschuld. En dan werkte je de hele winter door. En dan was het februari. En dan had je net alles afgelost. En dan zeg je, nou, laat ik toch maar weer gaan rijden. Oké. Nou, en dan begon het feestje weer. Ik eigenlijk in 1994, 95, ja? 95 had ik daar helemaal genoeg van. Ja. 84, sorry. 84 had ik daar helemaal genoeg van, 85. Dus je dacht, daar stoppen we mee. Dus dan had ik eigenlijk besloten om te stoppen met racen. En toen kwam, wie kent hem niet, Hans van Delft. Wie is Hans van Delft? Wie is Hans van Delft? Ik ken hem niet. TV Wiegen kent geen Hans van Delft. Nou, de kijkers wel. Hè. Hans van Delft is de eigenaar Wiegen van TV, DEPA. Wiegen TV. Van DEPA. En DEPA was een van de grootste disposable, dat houdt in kopjes, plastic weggooibekers. En die had een gigantische fabriek hier in Wiegen staan. En heel Nederland kende DEPA. Alles was DEPA. Als jij bij de KLM of waar dan ook van een plastic bekertje. En hij in die tijd was een van de eerste die plastic bekertjes had die je weg kon gooien. Ja. Dat wist niemand. Iedereen zat af te wassen. Maar hij had dus een plastic bekertje, was je af en of hoe het was je hem, die gooide je weg. Maar wat deed hij? Hij was eigenaar. Eigenaar van die van DEPA, ja. Disposables. Ja. Later is hij voorzitter van NEC geworden. Ja. En eigenlijk heeft hij NEC groot gemaakt. En hij belde eigenlijk via een vriend van hem, die al voor hem racete met DEPA, belde ze mij op op een mooie dag in maart was het geloof ik, belde ze aan en zei van Frans, wil je nog gaan racen? Nee, ik stopte mij, ik heb geen geld meer. Ja, maar we hebben nog een derde auto over en we vinden het leuk als jij als Nijmegenaar, Wiegenaar, mee gaat rijden voor DEPA.
En leuk, dan kun je meedoen. En dan, we hebben Erik Vosveld, was dan de snelste. En dan hadden ze nog eentje erbij. En dat waren dan de kopmannen in het team. Zelfs bij wielrennen heb je kopmannen en je hebt waterdragers. Ja. Maar eigenlijk na een ratio 5-6 stond ik tweede in het kampioenschap en hun 12e en 13. Ja. En Hans van Delft wist niet hoe ik reed. Wat voor kampioenschap was het? Want waar reed jij dan in mee? Dan reed je in het Nederlands kampioenschap Toyota Starlet. Toyota Starlet. Ja, dus je reed een Toyota? Ik reed een Toyota. Het was een Toyota team. Ja. Hoeveel Toyota's waren daar? 30, 32 Toyota's. Ja, en in het, binnen het team dan? Hè? Nee, nee, in de cup. We waren allemaal dezelfde auto's. Die reden tegen elkaar. En wij waren als DEPA met 3 dezelfde auto's. Ja, oké. Okay, ja. En dat was jij werd de beste, jij blonk uit, dus ik was eigenlijk kopman. Ingehuurd als opvulling. En eigenlijk, dat vond ik wel leuk. Dus, maar omdat ik al heel veel ervaring had met formuleauto's en andere raceklasses, stond was ik zomaar tweede. En ja, was eigenlijk werd het heel snel in dat team, de hiërarchie werd veranderd. Ja. En was ik eerste rijder en waren hun secondant. En kun je dan eens eventjes in het kort uitleggen hoe dat vervolgens jouw carrière liep? Want nou, ik kan me voorstellen dat jij toen vanaf dat moment de ster van het team was. Hoe werd die ster verder reizende? Europees ook? Nou, want je hebt heel veel prijzen gewonnen. Kun je dan een korte samenvatting geven van de loop van die geschiedenis? Op het moment dat je, maar dat is met elke sport, op het moment dat je wint, heb je vrienden. Op het moment dat je verliest, kent niemand je. Maar chronologisch gezien, ja, ja. Wat maar zijn dan de hoogtepunten dan geweest? Die, Doordat ik won, kreeg ik mogelijkheden om door te groeien. Mm-hmm. Dus toen ik tweede en derde reed en eerste werd in die Toyota Starlet klasse, was er een andere klasse, een stapje hoger, een Renault 5. Mm-hmm. En die zei, maar jij komt ook voor ons rijden. Mm-hmm. Was er een dealer in Os, een Renault dealer, Huub. En die zei, we willen graag dat jij voor ons komt rijden. Mm-hmm. Nou, dan kost het je al niks meer. Dan kun je al doorgroeien in je gedachten. Nou, dus in 88 ging ik Renault rijden. Renault 5 GT Turbo. En toen zei ik, eind 88 was ik, geloof in dat kampioen, tweede of derde geworden. Tweede of derde was ik geworden, weet ik niet meer. Toen zei ik in 88, maar wij moeten Europa in. Want daar liggen de mogelijkheden. En in 89 werd ik door Renault Nederland uitgezonden in een Europa Cup team. Dat houdt in dat de drie beste Renault 5 GT Turbo rijders werden uitgezonden in een Europees kampioenschap. Mm-hmm. En in 89 werd ik Europees kampioen in Frankrijk. En versloeg ik daar de Fransen. Ja, op hoe dat oud moment, was jij toen? 89 was ik. Ja, moet ik 89 van de 54 af gaan trekken. Dat. Ja, zo'n beetje. 35, ja. Dus toen raced ik eigenlijk 10 jaar. En toen was ik binnen eigenlijk een hele korte tijd, vanaf 86 tot 89 was ik eigenlijk, 86 was ik niemand. En in 89 was ik Europees kampioen. Maar zoals ik mij, iedereen om mij denkt eraan, zondag ben je Europees kampioen, maar de volgende dag is het gewoon maandag. Mm-hmm, mm-hmm. En dan moet je gewoon naar je werk, want het geld stroomt niet binnen. Ik was wel Europees kampioen, ik racete wel voor niks. En ik werd gesponsord, maar ik verdiende er nog niks mee. Oké. Okay. En dat ja, kwam en daarnaast deed jij dus jouw werk bij de garage? Ik had een eigen garagebedrijf, je werkt met licht uit de ogen. Ja. En heel langzamerhand kreeg ik ook weer een tafel thuis. Ja. En heel langzamerhand kreeg ik ook weer een bed op pootjes. Ja. En ook altijd gedacht van, hey jongens, ik moet niet zorgen dat ik al mijn geld in die autosport weer stop. Want dat was op een gegeven moment dat stadia was geweest. En Hans van Delft heeft eigenlijk mij daar... Maar dat is de invloed die ik dan ook wel terug beluister vanuit jouw vader misschien. Hè, dus dat je een passie hebt, dat racen, maar dan toch altijd zorgt dat je met je garagebedrijf op de achtergrond de zekerheid houdt dat je er altijd ergens op kan terugvallen voor het geval dat het ooit fout mocht gaan. Ja, niet want van vieren, vanaf het begin dat ik begon te racen, van 78 tot 84 heb ik alles verspeeld. Hmm. Echt al dat geld wat ik verdiende ging in die autosport. Later heb ik nog in 96 bijvoorbeeld, ging het om het Nederlandse stoelwagenkampioenschap. Mm. En toen kon ik kampioen worden en dan kon ik een fabrieksteam verslaan. Je moet het eigenlijk zien dat hier de voetbalclub FC Wijchen, die verslaat NEC. Mm-hmm, mm-hmm. Nou, dan kopen ze op de laatste wedstrijd kopen ze ook een spits. Mm-hmm. Nou, wat deed ik dan? In 96 kocht ik alsnog de duurste fabrieksmotor en de beste banden. En in 96 werd ik kampioen. Nederlands toewagenkampioen. En ik was wel failliet.
Dus toen liet ik me toch weer door passie en emotie van de sport, liet ik me meeslepen om alles ervoor te geven. Ja. Als ik een doel heb, dan ga ik ervoor en dan geef ik er alles voor. En op een gegeven moment moet daar dan ook alles voor wijken. En dat was in 96 weer het geval. Terwijl ik toch eigenlijk mezelf afgezworen had dat ooit nog te doen. Oké. En dat zijn dingen die... ik denk als je... Dat is tekenend voor jou dus. Ja, dus dat is tekenend voor mij. Je bent toch erg impulsief. Ja. Nou, niet impulsief. Ik wil per se winnen in sport. En daar moet je heel veel voor laten. Mm-hmm. Ik begrijp ook als ik tv zit te kijken. En dan zit ik een sport te kijken. En dan zie ik iemand die staat daar. Dat is dan bijvoorbeeld iemand die heeft de 100 meter gewonnen met hardlopen. Mm-hmm. En die staat dan te huilen. Mm-hmm. Ik begrijp dat. Want die man heeft er alles voor gedaan. Ja. Topsport is verschrikkelijk. Mm-hmm. Want daar kan er maar één winnen. Ja. En bij een voetbalelftal is de mazzel dat daar de 11 kunnen winnen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk bij een Einzelgangersport, zoals ik gedaan heb, of iemand die alleen hardloopt, mm-hmm. of alleen een sport mm-hmm. doet en mm-hmm. daarin wint, begrijp ik best van dat daar emotie in loskomt voor alles wat ze gedaan hebben en dan begint te huilen. En dan zitten mensen om mij heen te kijken en die zeggen dan, jezus, wat een onzin joh. Wat zit jij nou, waarom ben je nou... Ik raak er misschien zelf soms door geëmotioneerd. Maar ik vind het wel mooi dat iemand helemaal kan huilen als hij die top bereikt heeft. Dat begrijp ik, want hij moet er heel veel voor laten. Ja. Een beetje op mezelf terugspiegelend weet ik gewoon dat ik alles, zeg maar, financieel, maatschappelijk voor gelaten heb om die top te bereiken. In verre ik het een top vind, want Nederlands autosport of Europees kampioen, wat is het? In mm-hmm. verhouding met mm-hmm. Formule 1 is het niks. Mm-hmm. Maar Formule 1 is een aparte wereld. En dan toch dat te bereiken, begrijp ik best dat mensen daar geëmotioneerd van zijn. En ik heb daar toen destijds zoveel voor moeten laten. Ja. En nu nog, af en toe dat ik mezelf erop betrap, denk eraan, niet doen. Want mm-hmm. je gaat weer dezelfde fout in. Maar ja, dat is emotie. En anders kun je niet je doel bereiken. Ja, jouw passie en daar ga je dan voor. Ja, dat klopt. En dat houd ik een 96 weer. Ja. Laten we eens naar deze afbeelding kijken. Want dat is ook een van jouw passies, neem ik aan. Wie is dit? Ik heb één dochter, Sheila. Ja. En dat is eigenlijk de enige van mijn vier kinderen die een beetje karakter van mij heeft. En die race ook. Ja, eigenlijk, want we zien haar in een racepak. Ja. Bijzonder. Ja, vinden wij niet. Nee. Want? Ja, zij is natuurlijk opgegroeid in een autosportwereld. Samen met haar broer. En, ja, hoe dan? Toen ze jong waren gingen ze mee naar het circuit. En dan werden ze, nou ja, ik raced en dan stonden hun op een heuveltje te zwaaien. Mm-hmm. En dan zwaaide ik niet terug en dan kwamen ze heel kwaad na de race naar me toe, waarom ik niet teruggezwaaid heb. Mm-hmm. Ik zei, nou Sheila, ik rijd daar met 190 door een bocht heen en dan gaat het echt niet lukken om dan zo even te zwaaien met jou. Nou, dat vonden ze dan maar niks. Mm-hmm. Je moet wel zwaaien als wij zwaaien, weet je wel zo. Nou, ik zei, dan moet je op een ander punt gaan staan waar ik wel kan zwaaien, maar niet in een bocht waar ik met 190 erheen kan. Dus die zijn eigenlijk hun hele leven zo stellen vanaf hun jeugd tot en met hun 12e, 11e, zijn ze op circuits rondgehangen. Ja, maar ja. En altijd heb ik gezegd, jullie moeten niet gaan racen, want dat is een al te veel. Maar het zit er toch in. Maar hoe is zij de eerste auto ingestapt? Eigenlijk al toen ze 12 was. En had ik 2 sloopauto's op een fabrieksterreintje in Oosterhout, waar mijn racebedrijf zit. Ja. En dan waren ze elke zaterdagmiddag met haar broertje aan het rondcrossen. En in een raceauto. Of in een oude sloopauto. En dan race in elkaar rijden. En dan deze wedstrijdjes die ik dan organiseerde. Ja. En daar leerde ik ze eigenlijk met 12, 13 al op een bepaalde manier rijden. Ja, ja. Waardoor ze de angst kwijtraken. Ja, ja, ja. Zij vloog een keer over de kop. En dat hadden we gecreëerd door een zandheuvel te maken. En dan viel ze over de kop. Nou, en de eerste keer was schrik en de tweede keer mag ik het nog een keer. Dus dat ik wil jou ook zeggen, samen met haar broertje, want... Ja, dit is Mike. Ja? Die race ook. Heeft eigenlijk veel meer talent dan Sheila. Maar is iets minder fanatiek erin. Maar hij heeft wel ongelooflijk veel talent. En, jonge broertje. Ja, jonge broertje. Ja. En hij heeft ongelooflijk veel talent. En eigenlijk zou hij daar meer mee moeten doen. Maar mm-hmm. ik forceer dat niet. Want hij doet het niet of doet het wel. Mm-hmm. Hij heeft heel veel titels op zijn jonge leeftijd al binnengehaald. Ja. En hij wordt gelukkig op het moment weer een beetje opgepakt door HSF. Simon Frederiks, die ook in Wiegen woont. Mm-hmm. En die zorgt gelukkig dat hij weer een beetje kan rijden. Hij heeft zeg maar... je moet het zien, je doorloopt een school. En hij heeft...
We hebben met hem ook een hele leuke truc uitgehaald. Hij was te jong om te racen en zijn zusje eigenlijk ook. Maar als je naar Duitsland ging, kon je een licentie halen. Een licentie is een racerijbewijs. Ja, ja. En dan kon je een racerijbewijs halen en dan mocht je rijden. Mm-hmm. Nou, dus met zusje gingen we daar naartoe. En dan moest ze een vragen beantwoorden en een kleine cursus doen. En nou, die was goed. Maar de broertje moest dus ook. Mike, hè? Mike. Ja. Dus wat deden we dan? Ach, moest je je legitimeren en dan... werd die man, die Duitser, keek dan op en die vulde dan een formulier in en dan ging hij weg. Dan mocht je dat examen doen, ging naar de volgende groep. Nou, dan hadden we, ik wist al een beetje hoe dat ging, maar hoe krijg ik nou, hij die 14 is en zijn zusje die 15 is, hoe krijg ik dat nou voor elkaar dat ze allebei kunnen racen? Want ja, eentje laten racen, dat gaat natuurlijk niet. Dat is bonje in het, ja, om het woord te gebruiken. Ja. Dus zeg ik tegen die Duitser, hey, ik ben mijn paspoort vergeten, maar geen probleem, heeft u een fax, dan laat ik het even faxen vanuit Nederland. Dus wat deden wij, hadden we al lang zijn rijbewijs of zijn paspoort gedaan, maar dan hadden we de datum veranderd, ja, op het paspoort. Dus daar kwam keurig netjes door een fax, kwam het paspoort binnen en die Duitser pakt dat ding en die schrijft het gewoon over. Mm-hmm. Alleen die Suffolt zag niet dat zij, zusje, was geboren in augustus en broertje was geboren in mei. Dus dat kon helemaal niet, allebei in hetzelfde jaar. Nou, maar dus dat hele kleine T-Pex dingetje veranderd door die fax. Dus ze kregen allebei een licentie. En ze hebben jaren, 3-4 jaren lang, hebben ze ook in Nederland en in andere landen gereden. En als zijnde dat ze 3 maanden van elkaar verschilden in leeftijd. Ja, ja, dat was natuurlijk... Terwijl ze eigenlijk nog te jong waren om te rijden. Ja, hij was te jong om te racen, maar ik vond dat hij zoveel talent heeft dat hij dat wel kon. Ja. En nou, dat hebben we ook zo doorgevoerd. Hij was gelukkig wat langer als zijn zus. Dus dan lijkt het al gauw van, oh, dat is de oudere broertje. Hij wordt ook altijd gezien als de oudere, maar hij is eigenlijk jonger. Maar ze hebben allebei dus hun talent wel redelijk verzilverd. Want hier sta je met een trofee. Hij hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen in verhouding met Sheila. Sheila moet echt voor vechten en is echt een hart en nieren. Mm-hmm. Een werker, zeg maar. En om hard te rijden, die moet echt heel veel moeite voor doen. En hij barst gewoon een beetje van talent, waar hij in mijn ogen, maar dat is persoonlijk, wat te weinig mee gedaan heeft eigenlijk. Maar dat is zijn keuze. Ik ben nooit een vader die, zoals je bij voetballen ziet, zit te schreeuwen langs de kant. Mm-hmm. Ik heb ze ook zelf nooit gecoacht. Tijdens de race of dingen heb ik altijd uitbesteed aan een ander. Want ik ken die vaders die te hard lopen te schreeuwen, want ik maak die zelf mee. Mm-hmm. En dan hun zoontje zogenaamd in de Formule 1 willen hebben. Mm-hmm. Ik heb ook altijd gezegd, Formule 1 wordt bij ons niet over gepraat. Mm-hmm. Daar komen jullie niet in. Ze hebben ook nooit in de Formule auto gedaan. Al mijn fouten heb ik ze voor behoed. Mm-hmm. En Sheila is ook eigenlijk een van de weinigen geweest die 5 jaar lang professioneel geraced heeft. Yeah. Die is 5 jaar lang door het leger betaald om te racen. Nou, dat is toch een droom. Een griet van 17 tot 24, of van, nee, ja, van 16, 17 tot 24 heeft ze gereisd voor de defensie. Mm-hmm. Alles werd betaald, ze werkte in defensie. Eigenlijk wat je een beetje ziet bij het leger, dat ze ook een andere tak willen hebben dan alleen maar schieten, maar ook nog een human aspect. En dat is ook sport. Het leger had dus net Yuri Vergelder, die wel zijn naam te grabbel heeft gegooid. Ja. En dat was, zij niet. Dus toen Yuri weggeschoven werd, afijn, omdat hij aan de verkeerde zooi zat, werd zij naar voren gehaald. Omdat zij dus wel een trefpunt was van het leger. Van kijk, zo kan het ook. Zo kan het. Maar even terug naar ook de nog human. Eens een keer, dat een vrouw niet minder is als een man. Ja. En dat hebben ze duidelijk aangewezen, want zij is 2 keer heeft zij kampioen geworden van de mannen. Ja. Ja, nou dan is het voor het leger 100% bingo van kijk, onze doelstelling, een vrouw is hetzelfde als een man, wat het leger wil, werd daarin helemaal inderdaad uitgemaakt. Ja. En dat heeft ze 5 jaar lang. En dat heeft, dan zie je het op een andere foto, zie je dan met haar collegaatje. Deze? Ja, daar hebben ze Seat gereden. En daar zijn ze met haar kampioen geworden. Ja, en dan verslaan 2 vrouwen, verslaan kerels. Ja, die kerels zijn doodziek. Ja, het is gewoon zo. En dan ook nog eens een keer een beetje grote mond en bla bla bla. Hé, hey, we hebben soesjes gehaald, want je houdt van soesjes. Hé, hey, maar een persoonlijk aspect. Jij had het net over een human aspect, maar deze 2 kinderen... Mike en Sheila, die zijn uit mijn eerste huwelijk. Je eerste huwelijk. Ja. Was dan, want je bent dan gescheiden op een gegeven moment. Was het delen van het racen met jouw kinderen een belangrijke contactfactor? Dat je
dat je, ja, het feit dat je dat deelt samen met je kinderen, dat dat de band ja, sterk hield? Nou. Ik kan me voorstellen dat je je kinderen op een gegeven moment misschien wat minder gaat zien. En dat het racen dan een constante factor werd. Nee, eigenlijk. Zo heb ik het niet gezien. Nee. Want de andere twee kinderen die ik heb, die. Ja, daar heb ik eigenlijk. Ik heb met hun een meer, misschien met hun meer een sportfactor. En met die andere twee heb ik een maatschappelijke factor. Nee, ik bedoel de regelmaat waarmee je elkaar ziet. Dat, ja. Dat je weet van. Dit weekend is er weer een race. Dan ga ik mijn kinderen weer zien. Nee, zo heb ik het niet ervaren. Nee, oké. Nee. Nee, want in een weekend als je race. Dan eis dat hun professioneel bezig zijn. Dus dan het leuke aspect wat je met kinderen hebt, dat is er dan niet. Dus dat was professioneel, meer. Ja. Want hun moeten constant met het vak bezig zijn. Mm-hmm. Sheila wordt ervoor betaald. Mm-hmm. Sheila heeft daar best wel wat moeite voor moeten doen met allerlei dingen. Heb je dat gemist, Frans? Heb jij dat persoonlijke, die persoonlijke momenten met jouw kinderen? Want je geeft nu aan, het was echt een. Het is een professionele relatie die je dan hebt met je kinderen in zo'n weekend. Nee, een sportrelatie. Een sportprofessionele relatie. Maar dat moet je doen, want anders word je niet meer gesponsord. En die andere kant, heb je die gemist? Ja, ik heb ze zeg maar tot 7-8 dagelijks gezien. Hmm. Mijn vrouw destijds die werkte buiten Nijmegen, dus was veel weg. Dus ik voedde ze een beetje op. Dan krijg je een soort gat. En dan, daarna, wil ik niet zeggen, dan ga je ze weer meer zien op het moment dat ze gaan racen. Dat klopt wel, ja. Hmm. Maar ik. Aan de andere kant, zeg maar, toen hun een beetje met hun moeder bij de moeder gingen wonen en niet zoveel bij mij was, heb ik niet gezien als zijnde een gat of een emotioneel verlies. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Ik wilde eens doorgaan naar de volgende film, want jij bent natuurlijk naast coureur ben jij ook een teambaas. Hè? Op een gegeven moment ben jij je eigen. Een raceteam op gaan zetten. Kun je daar eens even iets over vertellen? Ja, dat was. Welk jaar was dat? Dit is al veel later. Ik ben in 88 begonnen. 88? Ja, eigenlijk, ik race dus zelf al heel lang. En elke keer als je wint, dan willen ze natuurlijk bij je horen. En dan, ja, maar hoe doe je dan? Hoe zet jij die wielen? Hoe doe je die bandenspannen? Ja, hoe doe je dit? Ja, nee, dat zeg ik niet. Want je gaat niet je geheim verklappen aan een ander, want dan word je met je eigen succes om de oren heen gereden. Dus wat deed je dan? Dat zeg ik niet. Nou, maar ja, ik wil ook verder naar voren. Dus dan moet je auto door mij laten servicen. En dan kun je wel. Servicen? Servicen is dus gewoon de bandenspanning laten doen. Eigenlijk een soort garagetje op het circuit uithangen. Nou, toen kwam de eerste en zei, ja, doe maar. En toen kwam de tweede, doe maar. En dat was eigenlijk 87, 88. En dan betaalden ze jou? En dan zorgde ik eigenlijk dat het autootje op het circuit kwam. Dat alles klaar kwam. En dan hun in het autootje gingen zitten. Zij namen de auto mee? Nee, ik deed alles. Oké, In racetermen heet dat arrive and drive. Oké. Okay. Jij zocht de auto uit en zij betaalden voor alles. Voor de auto, alles. Voor de monteurs. Alles. Ja. Ze hun kwamen dus, arriveden en reden. En dan gingen ze weer. Ja. En dat doe ik eigenlijk nog. Ja. En dat is vanaf zeg maar de lage autosport tot en met het hoogste wat er is. Mm-hmm. Alleen Formule 1 heb ik nooit gedaan, maar... Zeg maar, hier zie je Le Mans 2008. Ja. Ja, met wel Formule 1 coureurs. Ja. Jos Verstappen. Ja, ja. En Jeroen Blekemolen en Peter van Merkstein, die dus eigenlijk met zijn bedrijf heel veel financierden. Mm-hmm, mm-hmm. Die hebben eigenlijk gezorgd dat zoiets mogelijk is. Je zult zeggen, ja, Jos Verstappen is een man met gigantisch veel talent. Ja. Zwaar ondergewaardeerd in Nederland. Voor wat hij betekend heeft voor de Nederlandse autosport. Ik denk dat Jos Verstappen er niet geweest was. Dat wij nooit zo'n grote autosportindustrie hadden in Nederland. Mm-hmm. Dat hebben we toch aan hem te danken. Ja, want wat zien wij hier? Hij heeft in deze auto gereden. Dit is de auto waar wij Le Mans mee gewonnen hebben. Met hem en Peter van Merkstein en Jeroen. En dat is een beetje de kracht geweest die ik met mijn team gedaan heb. Ik heb er een team van gemaakt. Mm-hmm. En ik vergelijk het toch veel met voetbal. Autosport heeft wel wat te maken met voetbal. Tuurlijk draait Verstappen aan dat stuur en geeft gas met zijn rechtervoet. Dat doen ze allemaal. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk dat als die man binnenkomt, dat hij op zijn tijd zijn banden krijgt, de goede benzine krijgt. Precies weten we niet binnenkomt. Ja, want waaruit bestaat een team? Wat een team zijn bestaat eigenlijk, deze auto werd door 23 mensen gerund. Ja. 23 mensen waren er continu mee bezig om één auto te laten rijden. Mm-hmm. Als je weet in de Formule 1. En dat kun je dat concreet aangeven? Monteurs? Alles.
Er zijn een fysiotherapeut zit erbij. Er zit iemand bij voor het eten. Er zit een monteur bij. En er zitten eigenlijk 20 monteurs bij. Er is één monteur alleen voor banden. Één monteur alleen voor de voorkant van de auto. Mm-hmm. Één monteur alleen voor de achterkant van de auto. Één monteur alleen voor de motor. Één monteur alleen voor de versnellingsbak. Één monteur voor de aerodynamica. Mm-hmm. Dat houdt in hoe de auto de weg ligt. Één monteur alleen voor het benzineverbruik. Eén die de strategie bepaalt wanneer de rijders wisselen. Dus eigenlijk zo is een heel team opgebouwd. Ja. En als je daar verkeerde mensen tussen hebt zitten, dan lukt het niet.